Je kijkt van IMT vandaag weer samen met Mark met een potje business toe. En ik mag als eerste. Oh, mooi. We moeten wel winnen. We spelen nog tegen random mensen, dus... Ja. En ik hoop niet dat hun power-ups gaan gebruiken, want dan hebben we automatisch verloren. Ja, dat hoop ik ook niet. En ook niet meteen op Lost Island komen. Dat kan, nee. Het was een aantal keer voorkomen omdat ik uit de game moet om een andere download te starten, of een andere beeldscherm. Excuses daarvoor, want ik ben ook bezig met een nieuwe game te downloaden voor het kanaal. En die zat al langer dan 24 uur te downloaden. Ondertussen, dus vandaar dat we een keer bijna klaar zijn. Ik hoop dat ze eigenlijk meteen op Lost Island komen. Zucht. Ik heb meteen geld ontvangen. Ja, inderdaad. Oh, voor die coins moet je dat betalen. Gaan we niet doen. Nee, laten we dat maar niet doen. Ik wil ook meteen op Hamburg komen. Ja, doe je best. Dat kan ook. Ik mag niks upgraden bij jou, het first bet, first round. Las Venturas! Zo duur mogelijk. Oké. Okay. Ik ben toch bijna bij stad. Dat is al wel een goed bedragje, 540k. Oh, hij heet Berlijn. Nee, Hamburg. Oh, hamburger! Lekker. Ja, zit er geen inwoner van Hamburg? Ja. Oh, iemand heeft geluk. Of niet. Het ligt eraan of we de kaart kunnen zien. Tudrim, tudrim, tudrim. Tuin is bijna op. Oh. Zo, dat heeft lang geduurd. Nou, inderdaad. Ze zat zeker met toetsenbord te gooien. Meen je dit? Are you serious? Tokio! Staat dat bij jou Tokio? Bij mij staat Antwerpen. Wat? Heb je de game in Nederland of zo? Ja. Oh, ik niet. Ik heb gewoon een game in het Engels. Zoals hoe iedere normale speler zou spelen. Ja, normaal had ik het ook altijd in Engels staan, maar ik kom er nu pas op dat het in het Nederlands staat. Ja, net zoals dat we laatst zaten uit te zoeken hoe we Rocket League in het Engels konden krijgen. Inderdaad. Maar af en toe die slechte vertalingen. Ja. Oh, die heeft weer kans. World Championship zeker. Maar die is niet echt snel of zo. Nee. Oh, daar gaat New York. Waarschijnlijk. Riperino. Oh, of Tokio. Wow. Dat is ook een beetje droog. Sorry, hey! Hey! Monopoly. Aha. Aha. Ben je wel iets sneller dan verwacht eigenlijk. Ja. Kopen. Gewoon goedkoop mogelijk. Ja, dan ga ik echt niet zoveel investeren. Gewoon bij hun een blok aan het been zijn. Die zijn we waarschijnlijk kwijt. Misschien. Ah, je hebt er wel 400.000 bij gekregen daarvoor. Ik heb liever zo'n stad dan wat anders. Ik moet ook even gezien of ik Shanghai kan krijgen, of jij. Oh. Ben je weer mijn spullen aan het smijten? Nee hoor. Komt precies op tax. Ja, is maar 10k, maar die heeft niks. Inderdaad. Of course. Oh, daar mag ik niet voor uit. Of ik moet op Bali terechtkomen, dat zou heel wat chill zijn. Dat is 2, 4, 6, 7. Dat is een grote kans. Waarom wacht zij elke keer zo lang? Ja, dat weet ik niet. Hey! Kom even upgraden voor jou. Dat is fijn. Kun je even op Cyprus komen? Sorry. Ah, nee. Milan. Nee, ik upgrade hem.
Ik heb niet zoveel coins en als ik dan bijvoorbeeld op New York kom, dan... Ja, dan... Oh god. This could be horrible. Yes, of course it is. Inderdaad. Maar één van hun heeft nu wel weinig geld, dat is wel één voordeel. Dat klopt. En als hij op Amsterdam komt, ja, dan is hij een beetje fucked. Laat maar zo zeggen. Hoe komt het toch heel voor elkaar dat je continu op dezelfde... waar ik ook op heb staan, of... Nou, het probleem is, ik heb maar één stad. That could be a problem in the future. Waarom koop je hem niet? Omdat ik niet genoeg geld heb. Je kunt het beter kopen. Dan hebben we meer kans op winnen dan dat je hem overslaat. Want de kans is groter dat je daar alles mist, dan dat je... dat je hem daar niet meer kunt kopen. En hierom dus. Dat is precies de reden waarom. Jongen, wat is dit? Dat vind ik niet. Dat is beleid als ook in mijn bezit trouwens. Sure. Wacht, moeten we dan niet alleen Parijs nog? Ja. Nice. Paris. Paris zegt. Oh nee, wacht. Nice, die staat naast. Nice? Nice. Ja. Ja, achoo. Jongen, kom eens een keer op mijn stad. Ik heb geld nodig. Jongen, ik heb nog bijna niks. Oh, ik druk ook iets op kopen. Ik heb ook een microtransactie gedaan. Gewoon echt per ongeluk, hè? We zijn close to Monopoly. Oh ja, we moeten alleen nog Parijs. Inderdaad. Oeh, Bali. Bali, dat is Bali. God. Mom. De. You. Jij, yeah, ik heb niet genoeg geld. This could be a business problem. Iemand gaat campen. Ik hoop dat iemand even op Osaka komt. Oh, die zijn waarschijnlijk kwijt. Kan ik nu alvast vertellen. Ja. Ik moet even binnenkort even Shanghai ergens zien aan te schaffen. Alsjeblieft. Dank. Alsjeblieft. Thanks. Hoe kom ik... Oh nee, wacht. Laat maar, ik weet dat. Ik dacht even zo van, hoe kom ik aan zoveel geld? Laat maar. Ik heb het nu van... Denk maar. Maar ik heb voor me alleen Nies. En Berlijn, toch? Nee, Berlijn had ik volgens mij. Jij had... die 1,1 miljoen. Ik weet even niet hoe die stad bij jou heet, maar... Osaka. Ja, dat is de enige die ik heb nu volgens mij. Want er is alles afgekocht van mij. Ik alleen kan Rome kan krijgen. Wat krijg je? Je forceert er een tegenstander om de stad te verkopen naar jouw keuze. Doe Lyon. Lyon. Goodbye. Nou, komt ook op kans. Hoor, die heeft mazzel. Of toch niet? Yeah, I got monies! Oh nee, we got monies. You got the monies.
I got money, money! En als die nou op... die heeft 3 keer dubbel gegooid. Dan zou je op kans terechtkomen. Hé, hey, dat is ook een dokken voor hem. We hebben Monopoly. Ik ben blij om eigenlijk. Maar wij hebben er ook één, dus. Ja. Chip is er nog niet heel. Zal ik die overnemen? Als het kan? Oh, kan niet. Ja. Oh. Dat moest ik als 560. Yay! Maar je krijgt wel geld. Inderdaad. Dat is een papieren hoedje. Oh, nee, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Uh-oh. Ik kan sowieso dat Parijs kopen, of Lyon als het nodig is. Ah, dat is misschien wel beter even, ja. Ja, of iemand op Osaka... Uh-oh. Waarschijnlijk Osaka of Tokio. Rip. Ik heb echt totaal geen geluk deze ronde. Je kunt zeggen wat je wil, maar geluk heb ik niet. Jij hebt meer geluk dan mij. Uh-huh. Oeh, Dubai. Doeg, doeg. Kopen, kopen. Kopen, kopen, kopen. We zijn helemaal Cyprus. Waar we beter Cyprus kunnen afnakken. Ja, inderdaad. Eigenlijk is er nog niemand op de World Champions. Ze hebben gewonnen. Volgens mij. Nee, niet. Waar dan? Londen kopen ze denk ik zo meteen. Hey, thanks for the money. Monies! Ik heb niet genoeg geld. Rip. Oeh, kans. Wat is dat? Oh, gewoon naar het begin. Everything has to start somewhere. Indeed. Dacht ik al die in Londen gingen kopen. Ja, dat kan ik eigenlijk ook al zien aankomen. Maar we hebben eigenlijk helemaal geen straat meer. Helemaal geen monopolie meer. Nee. Als hun Las Vegas overkopen, zijn wij de Sjaak. Alleen ze hebben niet genoeg geld. Hé, eindelijk heb ik weer een beetje geld. Laat mijn hotels uit de grond stampen. Nou. Zou jij dat ik op Rome kan proberen te komen? Ja. Kunnen we proberen over te kopen? Zal ik dat doen? Ja. Dan blokkeer je hun. Hebben we hun één monopolie minder. Dat deden hun bij ons ook. Zouden hun bij ons ook doen. Ah, dat had ik dus weer net niet gedaan. Ja. Chicago, die gaan hun upgraden. Ja, dat was al te verwachten, ja. Maar over 6 minuten hebben zij sowieso gewonnen, want ze hebben veel meer waarde dan ons. Ah, dat is Bali. Dan Bali. Ja, inderdaad. Maar ik niet. Ik ga lekker op een resort zitten, campen. Als we nou rollen. Zet hem op Osaka of zo. Die wil dan even 1,1 miljoen. En ook al dat ik tegen een World Tour. Ja. Ik dacht hun Tokio gaan kopen of zo. Als Sevilla of Rome. Of Lyon of Parijs. Daar heb ik echt alle bedenkbare staten opgenoemd eigenlijk. Ja. Oh, die heb ik ook nog. Oh, wacht. Ik ben lichtblauw. Oké. Goed om te weten. Nee, ik ben donkerblauw. Let's throw. Als ik even iemand op Osaka zou komen...
Oh, dat is de minste van de straat, dat valt nog mee. Ze overkoop ik al 87. Ja, daar heb ik niet genoeg geld voor. Dacht ik al, als je daarvoor ginnen. Ja. Je gaat een hele lange match worden. We gaan echt die 20 minuten volmaken. Dat zou best kunnen, ja. Zometeen gaat er om wie de meeste waarde heeft. Ah, zit er niet mee, jongen. Wat? Fucking slecht. Eigenlijk ben ik nu niet blij over die straat, want ze hoeven eigenlijk alleen maar Las Vegas. Dat klopt. Maar er kost 1,1 miljoen om over te nemen, jongen. Kopen. Alleen nog maar Parijs en Tokio. Dat klopt. Ah, dat is jammer. Die gaat naar New York, let maar op. Nou, ik denk eerder Sydney of zo. Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Wat gaan we doen? Zet hij allemaal blonde, dat is niet slim. Maar hij wil zelfs wat meer geld hebben. Oh, zo'n persoon. Ah, dan maar op New York gezet. Inderdaad. Let op, ik dobbel zo meteen 2, let op. Die kan hij toch niet kopen. Dat is jammer. Hey, Macarita. Zo heet ik niet. Kom je op Sevilla of zo? Godsamme. Oh my god, let op, ik kom er zo meteen ook op. Komt een hotel op, let maar op. Ja. Zoals verwacht wel, hadden wij. Pak. Hey, die is van mij. Thanks for the money. Hey, ik kwam precies op start. Hallo. Als hij dan zo meteen 3 dobbelt. 1, 2, 3. Kost al Venetië. Ik kost ook even 440. En even 220. Nou, die is van jou. Thank you for the monies. Wat gaat hij doen? Oh, mag meteen nog een keer dokken. Nou moeten ze dingen gaan verkopen. Ah, eindelijk. Gaan ze waarschijnlijk van Hongkong of zo. Hamburg. Dat kan ook. Thanks for the money. Je kunt zo meteen wel Rome proberen over te kopen als je erop komt. Oh, maar dan moeten ze... Oh, gelukkig. Ik dacht even dat ze geen kon upgraden. Ja, gelukkig niet. Zal ik Shanghai overkopen? Als het kan? Nee, maar... kan ik niet. Hey! Benjing! Oh, ja, dat kan ook. Ja, dubbel. Ja. 1 keer. Dan kom ik op Cyprus. Hey, je moet weer betalen. Oh, gaat goed. Ze hebben eigenlijk bijna geen geld meer. Dan kan ik op Dubai komen of zo. Oeh, money! Het gaat bergafwaarts met hun. Inderdaad. Waarschijnlijk gaan ze dat verkopen, ja. Thank you very much. Als ze op Osaka komen, dan zijn ze echt een lul. Inderdaad. Oh, ik kom er precies tussenin. Oh. De rollen zijn omgedraaid. Dat is niet fijn. Oh. Dan gaat mijn lach. Ja. Zo gaat mijn lach. Het gooit een putje in. Nou, dankjewel. Ik had het liever gehad als hij dat eerder had gedobbeld. Oh, thank you. Er gaat einde worden afgeslacht. Ik ga nu gewoon tijd rekken. We hebben dit nu gewoon gewonnen. Laat het gewoon een bitje zijn. Gewoon lekker tijd rekken. Ja. Neem al de tijd, jongen. Tikken takken. En die dobbel ik 2, let maar op. Oh, tax. Dat kan ook. Nou weet je, dus hier heb ik wat te dobbelen. Inderdaad. Zal ik het even kopen?
wat? Time's up! Gooi, gooi je. Hey, prijs. Koop maar even. Ik denk dat wij nu gewonnen hebben. Monopoly. Hey. Ja, we hebben gewonnen. Gewoon Emma dubbel en dwars. Inderdaad. Maar in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren voor nog meer van deze video's. En tot dan.